Mede namens Frans Brugge en de 50 leden van ons orkest van de 18e eeuw wil ik graag een saluut brengen aan onze vrienden van het Limburg Symfonieorkest. Een orkest is natuurlijk een soort wonderlijke geluksmachine. Ten slotte houden we ons bezig met de muziek, met de stem van de planeet. Maar het is als een kunstwerk gebouwd op de punt van een naald. Het is een kunstwerk omdat het groot en sterk is en rijk en gelukkig. Maar het is gebouwd op de punt van een naald, omdat het tegelijkertijd ook zo oneindig fragiel en kwetsbaar is. En dat is iets wat heel Nederland op het moment natuurlijk de adem doet inhouden, wat er straks gaat gebeuren met de merkwaardige figuren in Den Haag die niet begrijpen dat muziek de stem van de planeet is. Hoewel ze daar notabene in de figuur van onze minister-president zelfs een beetje voor hebben doorgeleerd. Dus dat is een onbegrijpelijke spraakverwarring en wij hopen van harte dat jullie in staat zijn om onder leiding van Henri en Ed Spanjaard het tij te keren. Heel veel sterkte daarbij.